Ik ben Wietke Prummel, ik ben projectleider van het ODC-project. Het gebruik van het landschap voor veeteelt, jacht en visvangst in noordelijk Westergo. En daarvoor hebben wij de dierlijke resten uit de opgravingen van de terp Wijnaldum Tjitsma, hier vlakbij, hebben wij onderzocht. De terp Wijnaldum is één van een rij van 6 terpen ten oosten van het dorp Wijnaldum in Noordwest-Friesland. In 1991 tot en met 1993 is hier een opgraving uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Aanleiding voor deze opgraving was de gouden mantelspeld met ingelegde granaten uit de 7e eeuw na Christus. Deze mantelspeld was in de 50e jaren op dit perceel gevonden. De opgravers vermoeden dat deze terp in de vroege middeleeuwen een centrale plaats was voor de wijde omgeving en dat daar wellicht een soort elite woonde. Bij de opgravingen werden eigenlijk doodnormale huizen gevonden uit de 2e tot en met de 10e eeuw na Christus. Maar de vele edelmetaal- en glasvondsten geven wel aan dat deze terp in de vroege middeleeuwen anders was dan andere terpen. Er werden toen luxe producten op deze terp gemaakt. De centrale vraag in ons onderzoek is of ook de dierlijke resten aanleiding geven te veronderstellen dat deze terp een bijzondere terp was, een centrale plaats en bewoond was door mensen die tot een elite behoorden. Dat bleek inderdaad het geval. De bewoners waren weliswaar boeren die akkers hadden en schapen en runderen en koeien en paarden hielden, maar daar verdienden ze flink mee. Daarnaast hadden ze specialisten in dienst die op de kwelders en op het wad vogels vingen en visten. Op geen andere terp zijn in verhouding zoveel vogel- en visresten gevonden als op deze terp. Een opvallende vondst is een bot van een meerval, een 2 meter lange zoetwatervis die in deze omgeving niet voorkwam. We denken dat deze meerval een geschenk was voor rijke bewoners op deze terp. Er zijn ook veel werktuigen van been en gewei gevonden. En daaronder zijn voorwerpen die niet van andere terpen bekend zijn. Dit is een bijzondere plek, want op deze zo ogenschijnlijk doodnormale terp vonden bijzondere gebeurtenissen plaats.